Scouting Phoenix uit Tiel wil een nieuw clubgebouw. De huidige Romney Loods stamt nog uit de jaren 70 van de vorige eeuw en is dringend aan vervanging toe. Er moet echt wat veranderen. Als je het gebouw achter me kijkt, het is eigenlijk de loods die gebruikt is in de jaren 70 om de hennepen te bouwen. Vanaf de jaren 80 zit scouting daarin en ja, dat is gewoon heel slecht. Ook qua verwarming, qua verlichting, alles wat je eigenlijk kan bedenken. Dus het gebouw moet vernieuwd worden. En dan zijn we bezig om allerlei acties te organiseren om dat geld bij elkaar te krijgen. De scouting denkt zo'n 300.000 euro nodig te hebben voor het nieuwe pand, waarvan zo'n 150.000 euro al binnen is. Betuwe in Zaken, een businessclub waarbij zo'n 100 ondernemers zijn aangesloten uit de regio, gaat zich dit jaar inzetten om extra geld te verzamelen om het nieuwe clubhuis mede te realiseren.